Qatar is in mijn optiek de laatste verloren beschaving in Europa. De Qataren geloofden dat deze wereld de wereld van een gevallen engel was. Als je kijkt wat er de afgelopen 3000 jaar gebeurd is, dan is dit een hele duistere plek. Het lijkt erop dat als je teruggaat in de tijd, dat we een hoger bewustzijn hadden. En misschien ook wel heel veel meer technologie dan dat we nu weten. Je hebt de weg van de angst, de weg van de liefde. Maar je kiest zelf welke weg je neemt. Als het demoniseren niet werkt, en dat zien we nu ook wel weer in de wereld. Als je ze niet kunt demoniseren, niet kunt zwart maken, niet kunt omkopen en niet kunt bekeren. Wat ga je dan doen? Is die vrijheid om dus helemaal te durven zijn. Ja. En daar dus bij te blijven. Dit is mijn waarheid, dit is mijn weg om daar dus bij te blijven staan. Ja. Bij de Qataren is het zo dat het maakt niet zoveel uit wat je gelooft. Het belangrijkste is wat je belichaamt. Leuk dat je kijkt en of luistert naar Vibes Talk. We hopen je met deze show je te kunnen inspireren. Wellicht iets bewuster kunnen maken. Vooral een positief oplaadstation te zijn in deze zeer bijzondere tijden. Vind jij het nou te gek wat wij doen? Join dan de movement en word member. Ga daarvoor naar onze website www.univibes.nl en verbind je met ons, maar met ook heel veel anderen. Mensen, en wil je op de hoogte blijven van alles wat we doen, schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief via onze website univibes.nl. En like deze video, deel hem met zoveel mogelijk mensen en abonneer je op ons kanaal. Dankjewel. Dan ga ik naar mijn zeer bijzondere gast, vriend van de show, mag ik toch wel zeggen, vriend van Univibes, Robert Bridgman. Welkom, fijn dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over jouw nieuwste boek. Wat ik heel erg fascinerend vind over de Qataren. Heel veel mensen weten misschien nog heel weinig over de Qataren. Ik ook, maar ik vind het wel fascinerend. Je hebt er iets mee, hè? Ik heb er iets mee. Ik vind het een heel. Ik ben daar geweest. Misschien meteen nog wel om even in te duiken. Ik ben er geweest tijdens een bezoek aan Marcel Messing. Een beetje in het gebied. Ja. Ook kasteel bezocht, et cetera. En toen ben ik er eigenlijk ook steeds meer ingedoken. Ik dacht, jeetje, wat een fascinerend volk. En wat bijzonder. Wat is er allemaal gebeurd? En daar gaan we het natuurlijk allemaal over hebben. Jij hebt daar nog meer onderzoek naar gedaan. En dus dit boek geschreven. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want we kunnen volgens mij heel veel van ze leren. Ja, ja. En het betekent ook heel veel voor ons nu, hè? Ja, precies. Ja. Dus daar wil ik het absoluut over hebben. Mijn allereerste vraag is toch nu al steeds aan de gasten die hier op de bank zitten. Hoe is het met je in deze toch wel bijzondere tijden waarin wij leven met z'n allen? Ja, uitzonderlijk goed. Fijn, goed zo. Ook wel eens goed om dat te horen. Ja, heel veel mensen hebben het natuurlijk best ook wel moeilijk en zwaar. Ja, heel veel mensen hebben het ook moeilijk en zwaar. Maar het is, weet je, deze wereld is gewoon niet een hele fijne plek om gelijk maar de diepte wat in te gaan. De Qataren geloofden dat deze wereld de wereld van een gevallen engel was. Is. Dus de gevallen engel, de Satan heeft deze wereld gecreëerd, heeft de mens gecreëerd om de ziel gevangen te houden. De Boeddha die zei eigenlijk hetzelfde. Je weet dat ik ook een aantal jaren in Azië heb gewoond en boeddhisme heb bestudeerd daar. En de Boeddha die zei eigenlijk hetzelfde. Die zei, deze wereld is een illusie. Is het Mara. Het Maya. En dat wordt bestuurd door de Mara. Dat is de Satan. Dat is dezelfde figuur. Dus die Qataren ze hebben ons eigenlijk al geleerd dat deze wereld niet een wereld is van een goede god. En niet een wereld is van pais en vreem, maar dat dit de wereld van de gevallen engel is. Dus dat lijden een gegeven is op deze planeet. En als dat je uitgangspunt wordt, dan kijk je ineens anders naar de wereld. Hoe kijk je dan naar deze wereld? Nou, dan ben ik de gast in de wereld van de gevallen engel. En dan mag ik hier ervaringen beleven en dingen meemaken en licht brengen. Voor zover ik dat kan en mag. Maar ik begrijp wat er gebeurt op de wereld. Omdat dit is eigenlijk een hele duistere plek. Mm-hmm. Als je kijkt de afgelopen 3000 jaar, wat er allemaal gebeurd is. We hebben natuurlijk veel over verloren beschavingen tegenwoordig. Mm-hmm. Als je kijkt wat er de afgelopen 3000 jaar gebeurd is, dan is dit een hele duistere plek. Ja. Daarvoor was dat minder. We komen nu ook steeds verder. We gaan terug naar 30.000 jaar geleden, de piramides van Bosnië. Hè? Ja. Daarvoor was het minder duister, maar het is heel duister geworden. En als je uitgangspunt is. Ja, oké, dus het is duister geworden. Ik vind het. Je hebt me meteen helemaal te pakken, want ik vind het natuurlijk ontzettend fascinerend, dat weet je. Wat, wat,
wat is dat dan toch? Wat is er dan gebeurd? Als jij zegt, oké, 30.000 jaar geleden is het dus anders geweest. Dan hebben we het dus over wat ons niet geleerd is op scholen, et cetera. Ja. Waar we toch steeds meer van uitgaan, in ieder geval wij, zeg maar. Ja. Dat er andere beschavingen dus zijn geweest. Ja. Met een ander bewustzijn. Ja. Ja. Maar er is dus daarin een switch geweest. Ja. Kun je dan meteen al de diepte in te duiken. Wat is dan dat daar volgens jou gebeurt? Nou, de antwoorden liggen in het verleden. Hè? En er is heel veel te vinden over het verleden. Niet alleen plekken, zoals die piramides van Bosnië die ik al noemde. Of Göbekli Tepe, Turkije is een tempelcomplex gevonden van 11.500 jaar oud. Ja, fascinerend ook, ja. En weet je wat daar niet omheen staat? Nou? Verdedigingsmuren. Hoe verder ze teruggaan in de tijd, hoe minder verdedigingsmuren, wapens en massagraven ze vinden. Fascinerend. Hè? Dus het lijkt erop dat als je teruggaat in de tijd, dat we een hoger bewustzijn hadden. En misschien ook wel heel veel meer technologie dan dat we nu weten. En dan kun je helemaal terug naar Atlantis. 11.500 jaar geleden was er een zondevloed op aarde. Hè? De zeespiegel, dat is ook gewoon geologisch. De zeespiegel is 150 meter gestegen. Heel veel beschaving is weggevaagd toen. En we zijn een soort van teruggeworpen in de prehistorie. En alles wat daarvoor gebeurd is, ja, dat is verdwenen in de geschiedenis. Hè? Alleen Plato die wist op een gegeven moment nog van Atlantis heeft bestaan. Ja, die heeft het over geschreven. Ja, het was een Griekse wijsgeer, die is Solon. Die is 400 voor Christus, geloof ik, naar Egypte afgereisd. En daar wisten ze hem alles te vertellen over Atlantis. Het gezonken rijk. En het is natuurlijk ook dat 6000 jaar geleden in één keer Egypte met piramides en steden en taal en infrastructuur zo pop uit de. Weet je, gisteren liepen ze nog een berenvellen en vandaag is denk ik een stad. Steden. Ja. En dat geldt ook voor de Sumeriërs met hun kleitabletten. Ja, ook. Ja. Ook zo fascinerend, hè? Dat ook. Maar die waren er ook ineens. Hè? Dat was de eerste beschaving dan officieel. Ja, wat nou als dat gewoon overlevende satellietstaten van Atlantis waren en al die mensen die uiteindelijk in die berenvellen terechtgekomen zijn, overlevenden van beschaving toen. Mm-hmm. We zijn weer opnieuw begonnen. We hebben de afgelopen 11.000 jaar weer opgebouwd. En zo'n 6.000 jaar geleden zijn we dan serieus aan de slag gegaan. Hè? En vanaf dat moment is er over de hele wereld zijn de beschavingen steeds meer opgekomen tot waar we nu zijn. Nou, als je dat kijkt, als je dan in de tradities gaat kijken, bijvoorbeeld de Maya's. Mm-hmm. Die zaten natuurlijk in Zuid-Europa. Mm-hmm. Zuid-Amerika. En in India. Had je de Sanatana Dharma. Dat is de moeder van het hindoeïsme, de yoga, de Advaita Vedanta, het non-dualisme, de Sanatana Dharma. En die komen eigenlijk allebei met hetzelfde verhaal. Tijd is niet lineair, maar tijd gaat cyclisch. Ja. En dat betekent dat je als mensheid, de Maya's weten dat ook aan de draai van de as van de aarde, in zo'n 24.000 jaar draait die van het hart van de melkweg af en er weer naartoe. Hoe dichter naartoe, hoe hoger het bewustzijn, hoe verder er vanaf, hoe lager het bewustzijn. En als je, we komen weer. We komen weer, ja. Dat is ook altijd de boodschap. Het loopt goed af. Zo John Lennon ook, hè? Die zei ook, op het eind komt alles goed. En als het niet goed is, dan is het nog niet het einde. Mooi. Maar die yugas, de hindoeïstische geschriften, zeg maar, de Indiaanse geschriften, 10.000 jaar oud. En die Maya's, inmiddels hebben we die Maya's, weten we ook van dat die veel ouder zijn dan we dachten. Omdat er in grotten onder de zeespiegel zijn Maya-vestigingen gevonden. Die blijken meer dan 7000 jaar oud te zijn. Dus die Maya's gingen eigenlijk veel langer mee dan gedacht werd. Het gedacht werd altijd zo'n 3000 voor Christus dat ze kwamen, dat ze opkwamen. Maar ze waren er al veel langer, blijkt nu uit archeologisch bewijs. Ja, en dan die zeggen eigenlijk allebei hetzelfde. En het komt niet helemaal overeen. Weet je, een 1000 jaar, 2000 jaar verschil zit er wel in. Maar wat ze wel zeggen is, we zijn van een heel hoog bewustzijn, Atlantis, de afgelopen 11.000, 12.000 jaar, 13.000 jaar, zo naar een heel laag bewustzijn gezakt. Mm-hmm. En we zijn nu weer onderweg naar een heel hoog bewustzijn. En dat hele lage bewustzijn, dat is een periode van zo'n 3000 jaar, alles bij elkaar, dat noemen ze in India het Kali. En wij komen uit het Kali. En wat zijn de kenmerken van het Kali? Als je die geschriften bestudeert, hiërarchie, instituten,
Mensen geloven dat het goddelijke buiten ze zit. Alles bestaat uit materie. Is, zeg maar, het collectief bewustzijn van de mens is alles bestaat uit materie. Alles op buiten gericht. Alles op buiten gericht en alles op materieel gericht. Maar ook op hiërarchie, instituten, hè, dus koningshuizen, de adel, de geestelijkheid. Dat past allemaal heel goed in dat Kali-beeld. Wauw, oké. Okay. En dan ga je naar Dwapara. Dat is de volgende fase. Kali, Dwapara, Treya, Satya. Satya is de gouden eeuw. Daar worden we ook weer 400, 500 jaar oud. Misschien wel 1000 jaar. Net als de eerste mensen in de Bijbel. Hè, in Genesis, die werden ook 800, 900, 1000 jaar oud. En in dat Satya, dan zijn we allemaal verlicht. Daar komt het eigenlijk, als ik het plat sla op neer. En de Treya, dan hebben we allemaal een heel hoog bewustzijn. En ook kunnen we telepathie en kunnen we allerlei bijzondere dingen. Dwapara is die Age of Energy. En dat is dus daar gaat het veel meer om verbinding, om samen, om hartsbewustzijn, om gelijkheid, cirkels. Fascinerende vind ik, en trouwens ook dat vertel ik zo wel. Fascinerend vind ik, als je dan bedenkt van wanneer zijn we dan van de laatste keer uit Kali gekomen, dus helemaal hier onderaan, en Dwapara ingegaan. Ik hang in je lippen. Nou ja, als we, heb je al eens gehoord van Yogananda? Nee. Dat is de eerste grote yogaleraar die naar Amerika ging in de jaren 20, geloof ik. En die had een guru. En die guru, dat was zijn leraar, die heette Sri Yukteswar. En Sri Yukteswar staat ontzettend goed bekend in India. En die heeft ook een aantal boeken geschreven. En onder andere over de yogas geschreven. Die tijdcirkels, die tijdvlakken eigenlijk. Mm-hmm. En die stelt dat het laatste Kali... Dit zou een periode moeten zijn waarin de mens dus loskomt van het empirische, van het fysieke, van het geloof in materie, waarin dus koningshuizen minder macht krijgen, kerken, dus hiërarchieën minder macht krijgen, mensen vrijer worden, mensen God weer in zichzelf gaan vinden, het goddelijke. Een periode van verbinding met elkaar, van eigenlijk meer democratie, meer gelijkheid. Ja, als je dan zeg maar kijkt naar wanneer zou die periode geweest zijn, dan is dat de periode waar we nu in leven. Mm-hmm, ja. En hij stelde dus ook dat zo rond 1900 die overgang is geweest van het Kali naar het Dwapara. En hij stelde ook dat betekent, de Age of Energy is aangebroken. Nou, wat zie je vanaf 1900? Uitvinding van elektriciteit, de industriële revoluties, de atoombom later, Einstein, Tesla. Weet je, er is een enorme... En je hoort tegenwoordig ook steeds meer zeggen... mensen zeggen, alles is energie. Mm-hmm. Zelfs de Reiki is in 1900 ontdekt door Mikao Ushui in Japan. Wow. Heel bijzondere periode. Maar die hele periode na 1900 is de energie opgekomen. En moet je ook kijken, dus de afgelopen 120 jaar... wat er gebeurd is in ontwikkeling. We zijn zo snel gegaan. Maar is ook heel veel ontwikkeling wordt nog steeds onderdrukt. Het gaat om vrije energie exact, bijvoorbeeld. Exact. Ja, en als je, dat is ook wel fascinerend. Als je dus teruggaat in de tijd... Dus wij komen uit dat Kali, we hebben de middeleeuwen meegemaakt, de Romeinen meegemaakt, de Grieken meegemaakt. Die Grieken die kwamen net zo dat lage bewustzijn in, die Romeinen zaten er helemaal in. Daarvoor was er een andere kijk op dingen en ook een hoger bewustzijn. Waarom konden ze de piramides bouwen in die tijd? Ja. Maar ook, wij denken ook dat, en dit kan ik niet hard maken, maar dit is wel iets wat we denken, is dat de Egyptenaren over vrije energie beschikten. En dat die angst bijvoorbeeld daar een rol bij hebben gehad. Tesla kwam ook met dat model. Hè? Zo mooi. Ik ben net geleden in Egypte geweest. Ook. Ja, je komt er net vandaan. Hè? Ja, en ik baal er wel van, want ik had veel meer dat soort dingen willen bezoeken. Ik zat er niet in met twee kinderen, Robert. Je weet er alles van. Ja, dat ken ik goed. Maar ik heb wel een paar locals ook gevraagd, Egypte. Nou, wat zij dan dus ook wel denken van die piramides. En het is dan wel leuk om dan wel te horen dat zij ook dus wel bewust zijn van die energetische. Wat zei die iemand ook? Dat je ook heel lang daar dingen goed kan houden. Ja. Zoals melk of zo. Dan kun je gewoon een maand laten staan. Je kan het nog steeds opdrinken. Omdat het allemaal... Het is fascinerend natuurlijk hoe dat... wat dat allemaal eigenlijk wel inhoudt. Hoe weinig we daar... En gelukkig komt het wel steeds meer naar voren. Maar ook heel veel mensen hebben geen enkel idee. Als ik mensen op straat zou vertellen over de piramides ook in Bosnië... Dan denk ik nog steeds dat je compleet natuurlijk koekoek bent. Terwijl daar is archeologisch bewijs voor. Exact. Dat die 29.400 jaar oud zijn. Ja. Ja, maar dus nog steeds... wordt er dus wel heel veel van ons weggehouden. Ja. En dus ook wat jij ook in het begin zei... dat we natuurlijk wel in een soort illusie dus nog steeds leven. Ja.
Dus laat ik het zo zeggen, dus jij ziet dan wel dat daar een soort van controle ook is om ons daarbij weg te houden bij die kennis? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, ik heb daar natuurlijk 2044 over geschreven, ja. In mijn vorige roman. Nee, dat denk ik zeker. Hè. Wat de Boeddha het Mara noemt en de Katara, de gevallen engel. Nee, ik kan heel diep ingaan, maar daar is een bepaalde controle over wat wij wel en niet. Hè. De Katara noemde de wereld waarin wij leven namaakschepping. Mm-hmm. De Boeddha noemde het een illusie. In het hindoeïsme wordt het een illusie genoemd. En als een soort matrix. De matrix, wat wij tegenwoordig... Max Planck die heeft ook in de jaren 2030 die term uitgevonden, de matrix. Mm. Veel mensen denken dat het van die film is, maar dat is niet zo. Het komt uit kwantumfysica. Max Planck was een van de grondleggers van de kwantumfysica. Dit vind ik al interessant. Wat heeft dat dan, kwantumfysica met matrix? Ik denk dat kwantumfysica het bestaan van de matrix aantoont. Mm-hmm. Dat alles illusie is. Dat we uit kwantumdeeltjes bestaan. Ja. Dat atomen 99,9999% leegte zijn. Dat dit dus eigenlijk helemaal niet bestaat. Nee. Maar gewoon een idee is. Hè? Een hologram is wat die heel veel echt lijkt. Maar dat eigenlijk helemaal niet is. Dat alles energie is. Dat alles energie is, ja. En verder nog, dat alles... Hè, want dan zit je in het Vapara als alles energie is. Als je zegt, nee, het is allemaal gedachtekracht. Dan zit je in Treya. En als je zegt, nee, het is allemaal bewustzijn. Dan kom je in Satya. Ja, het is uiteindelijk allemaal bewustzijn. Hè? Fascinerend. Ja. Fascinerend. Hey, maar... Toch ook over de Kataren natuurlijk. Want we zitten wel in een tijd ook waar, eigenlijk wat jij zegt, dat we in een transitie zitten. Ja. Ja. Dus van dat lage bewustzijn gaan we naar een nieuwe bewustzijn. Ja. Dus zie je dan ook wat de Kataren ook zeiden over dat is deze hele tijd een illusie is, dat het wel aan het doorbreken is? Ja, ja, ja. Langzaam maar zeker. Ja, ja, maar ik was op weg van Spanje hier naartoe. Ik stond op Schiphol en daar werd ik herkend door iemand die zei: Hey, Bridgman. En die zei: Ik moet je wat vragen. Hij zegt: Want het gaat zo traag, zei hij. Dat is vanochtend gebeurd. Hij zei: Het gaat allemaal zo traag met dat bewustzijn. Mensen worden maar niet wakker. Hoe zie jij dat? Ik zei: Nou, aardig vent. Hij kwam uit Weijen in de buurt van Zwolle. Daar ben ik natuurlijk opgegroeid. Ja. En ik zeg, nou, je moet, net als je een marathon loopt. Weet je, als je een marathon loopt, is het goed om te weten hoeveel je nog moet. Maar soms moet je even omkijken naar hoeveel je al bent. Mooi. Toen ik 15 jaar geleden hiermee begon, was het echt in een totaal ander landschap. Was er een handjevol mensen die zich hier ook mee bezig hield. En natuurlijk, het praat wel over duizenden mensen in als je alleen naar Nederland kijkt. Maar... als je dat vergelijkt met waar we nu staan, nou ja, moet je kijken waar we nu zitten en met jou en met anderen en wat er nu gebeurt in die bewustzijnswereld, en hoeveel boeken er geschreven worden en gepubliceerd en hoeveel podcasts, dat hadden we toen niet. Patrick Kikken hadden we toen. Ja. Dat was het. Ja. Daar moesten we het mee doen. Ja. En dat deden we graag, hoor. Patrick Gouwvent. Ja. Maar en in Amerika had je natuurlijk het een en ander, maar voor de rest was er in Nederland bijna niks. Mooi om nu 15 jaar later. Ja, mooi om dus mee te geven, inderdaad, om af en toe ook even terug te kijken. Want ik denk dat er ook heel veel inderdaad, ook wel eens bij mezelf, frustratie ligt nog wel een beetje. Denk ik, oh man, kom op jongens. Ja. Wanneer gaan we nou wat meer die bewustwording maken? Maar als je inderdaad al ziet wat er gewoon eigenlijk de laatste jaren gebeurd is. Ja. Dus jij ziet het als best wel een heel hoopvolle tijd. Maar toch speelt er ook heel veel in de wereld met dreigende oorlogen. Oorlogen die natuurlijk gaande zijn. Ja. Rusland. Wat gaat de NAVO doen? Palestina. Zie jij dan dat als nog een soort laatste stuk van het oude bewustzijn? Hoe kijk jij daarnaar? Mijn leraar Althusser Rossiter die zegt altijd: het duister voert een achterhoede gevecht. Maar het is al verslaagd. Het is al gebeurd. Kijk, als je de tradities bekijkt, om daar maar even bij te blijven, kan ik je twee hele mooie voorbeelden geven van wat er gaande is. En bijvoorbeeld, ik heb een hele goede vriend. En ook leraar, die bestudeert inmiddels al, ik denk al 20 jaar de Kabbala. Maar die zit in Israël. Op dit moment natuurlijk niet de fijne plek om te zijn. Maar die studeert s'nachts, die gaat om 1 uur zijn bed uit. Die heeft bijna geen slaap nodig ook, door die hoge staat van zijn die continu heeft. En die studeert de hele nacht door. En die is de hele dag alleen maar daarmee bezig. Dus van hem leer ik heel veel over die Kabbala. En je hebt natuurlijk de witte versie en de zwarte versie daarvan. Mm-hmm. Maar het fascinerende is dat die Kabbalisten al 6000 jaar... en sinds dat ze zichzelf erkennen, 6000 jaar hetzelfde zeggen.
We gaan ergens nu in deze periode, en dat kan nog 200 jaar duren. Maar ergens in deze periode gaan we een overgang maken, een soort correctie van het ego, van nemen naar geven. En dat gaat hoe dan ook gebeuren, zeggen ze. Dus, no matter what. No matter what. Dat is gewoon een feit, dat gaat hoe dan ook gebeuren. Dus de uitkomst, zeggen zij, is dat we allemaal in een soort verlichte staat terechtkomen. Nou, dat zeggen die Yuka's ook, dat zeggen die Maya's ook. Dan zeggen ze vervolgens, maar de weg ernaartoe is een keuze. Er zijn twee mogelijkheden. Je hebt de weg van de angst en je hebt de weg van de liefde. Mooi. Maar je kiest zelf welke weg je neemt. En natuurlijk is het niet zo dat je alleen maar bewust die weg kiest. Het heeft ook alles te maken met je conditionering, met je karma, met je trauma. Hè, wat je de werkelijkheid die je creëert. Het is een illusie. Dus vanuit je trauma, vanuit je overtuigingssysteem creëer je steeds weer opnieuw de werkelijkheid. Dat is niet bewust. Dat is ook niet dat het je schuld is. Maar als je het weet, is het wel je verantwoordelijkheid om er wat aan te doen. Dat zeggen die kabbalisten. Dus angst, liefde. Als je gaat kijken bij de oorspronkelijke volken, daar heb ik ook heel veel mee. Hè. Ik treed binnenkort met Cheryl Angel op, een Lakota-elder voor Kiva. Ja. En ik ben natuurlijk bij de Lakota geweest toen ik More Than a Pipeline maakte, die documentaire. Ja. En van oudsher, 15 jaar geleden, toen ik begon hiermee, ging ik eigenlijk als eerste bij shamanen in de leer. En bij boeddhisten, die twee stromen, die hebben me altijd enorm gevat. En daar heb ik ook geleerd dat, en dat zeggen ze ook bij de Lakota, en ook zelfs in More Than a Pipeline wordt dat gezegd door een van de mensen die ik daar mocht interviewen. Die zeggen hetzelfde. Die zeggen, er is een nieuwe tijd gaande. Het is een moeilijke tijd, want je hebt eerst die destructie en eerst die vernietiging. En daarna komt het goed. Twee wegen, de weg van de angst. De weg van de liefde. En jij mag kiezen welke je neemt. Maar uiteindelijk komt het goed. En dat kom je in al die tradities tegen. Het komt uiteindelijk goed, maar hoe je er komt, bepaal je zelf. En ik denk dat het dus aan ieder mens... Is dat de keuze van de vrije wil? Wat we nu eigenlijk als mensheid altijd hebben en nu dus eigenlijk wel zelf het pad mogen gaan kiezen? Ja, vrije wil. Vanuit je ziel heb je natuurlijk een vrije wil. Mm-hmm. En tot op zekere hoogte. Hè, want je hebt ook altijd te maken met karma. En dat trauma wat je hebt opgelopen in andere levens. Dus vrije wil is tot op zekere hoogte. Een ziel kiest in mijn optiek een leven. Maar is wel gebonden aan het meemaken van bepaalde situaties. Mm-hmm. Bepaalde ervaringen. Omdat het eerst door bepaald karma heen gegaan moet worden. En dan is het natuurlijk wat jij met dat karma, wat jij daarmee doet. Ieder mens raakt op jonge leeftijd getraumatiseerd. Ieder mens. Dat kan niet anders. Dat is de bedoeling ook. Ja, wij zijn er allebei goed in onze kinderen te traumatiseren. Ja. Maar het kan ook niet anders. De mate waarin, of het grote T is kleine T, dat maakt natuurlijk wel uit. Hè. Maar we hebben allemaal trauma. En dat is zeg maar de prijs die we betalen om hier op aarde te incarneren. We mogen. Maar we sluiten wel een contract af. We gaan wel eerst dat allemaal meemaken. Wow. En dan gaan we... En tradities, die hebben natuurlijk allemaal... Ja, als je bij de Lakota, als je volwassen wordt, dan krijg je ritualen. Hè. Je hebt eigenlijk bijna elke oervolk op de wereld kent een overgangsritueel van kind naar volwassenen. Mm-hmm. Als je 12, 13, 14, 15 bent, dat kan zweethut zijn, dat kan vision quest zijn, dat kan dingen met pijn zijn. En dat zijn overgangsrituelen die erop op gemaakt zijn om dat wat je niet bent en wat je van je ouders en je stam en hebt overgenomen los te laten. Wow. Zodat je jezelf kunt zijn. Wow. Wij zijn dat kwijt. Ja. Dus al die shit die we van onze ouders krijgen, al die belast die we van onze voorouders en familie krijgen, alles wat we zelf meemaken, we nemen het allemaal mee en we slepen het mee voort tot we 80 zijn. Of als we dat mogen worden, in elk geval tot we sterven. We nemen al die programmering ons hele leven mee. En het draagt het hele leven bij ons. Totdat je wat dan gaat doen. Ja. En daarom is die traumaheling zo belangrijk. Want we hebben niet meer die ritualen, maar je kunt wel zelf met een goede traumaspecialist kun je aan je trauma werken. En dan kun je... Zodat je uit die programmeringen kan komen die je hebt meegegeven, die je meegekregen van je ouders, et cetera. Precies. Om volledig in je potentieel te komen Precies. staan. Precies. En dan wordt het leven ook magisch. Weet je, dus zolang je in je trauma blijft en niet je jeugd verwerkt, en het liefst ook nog de levens daarvoor en het karma van je voorouders,
Zolang je dat niet verwerkt, blijf je de rest van je leven de weg van de angst bewandelen. Is daar een moment dan, Robert, dat je kan zeggen, oké, nu heb ik een deel opgelost? Of blijft dat wel het hele leven met ze meedragen? Weet je, en hoe los je dat af? Nee, toch? Nee, ik ben er nu 15... Ik vind het ook wel eens gevaarlijk om inderdaad te zeggen, oké, dan ga je bijvoorbeeld, doe je een paar cursussen of lessen en dan is het opgelost en dan in één keer ben ik een nieuwe versie. Zo werkt het toch ook? Nee, dat is maar waar. Nee. Of ook niet met een paar behandelingen. Nee. Ik doe dit nu 15 jaar en ik kan je vertellen, dat is heel veel weg. Mijn leven is niet meer te vergelijken met hoe het was. Ik ben niet meer te vergelijken met hoe het was. Ik heb een heel fijn leven. Maar ook jij, maar Robert, zit echt nog meer stukken. Dan genoeg shit. Ja. Ja. Ja, maar dat is, het is nooit dat het af. Heel goed is om dat wel mee te geven ook aan mensen. Dat we allemaal onze shitters hebben. En iedereen dus een hele leven lang wel ook dat meedraagt. Ja. Alleen om daar bewustzijn op te schijnen is al een enorme stap. Ja, dat is stap 1. En we zijn work in process. Hè. En ik denk, als mensen mij nu zien, dan denken ze, ja, die gast heeft nog genoeg om aan te werken. En dat is ook zo. Maar als ik omkijk, net als met die marathon, als ik omkijk en kijk waar ik vandaan kom, denk ik zo, nou, ik ben ver gekomen al vergeleken bij toen. En er zit nog. Maar het is een leven lang ga je daarmee door. Alleen je komt op een gegeven moment wel op een punt dat je zoveel in jezelf hebt verwerkt en getransformeerd, dat het makkelijker wordt om de weg van de liefde te kiezen. Mooi. Ja, en dat is iets wat. Nou, dat vind ik een magische. Dat je bewuste keuzes kan maken. In plaats van dat je weer als reflectie dus weer in die oude programmeringen gaat stappen. Ja. Dat is denk ik een hele belangrijke, een hele mooie om mee te geven aan mensen. Dat daar natuurlijk een heel groot stuk vrijheid zit. Waar ik het ook met je over wilde hebben, want ik hoorde het je net zeggen. En ik vind toch dat we het moeten bespreken. Er is ook heel veel in deze tijd. Zie je toch, ik vind het soms best wel eens lastig om te zien. Zie je toch ook weer kampen ontstaan in het christendom, in Jezus. Jij ook net zei van buiten jezelf, maar het goddelijke in jezelf. En ik zie het toch ook nu weer in deze tijd. Ik krijg ook regelmatig wel eens dat soort reacties toch. Nee, maar Tim, dat is de enige waarheid. Dat is de enige weg. Hoe kijk jij naar zeg maar, wat daar een beetje gaande is? Of zie ik dat als enige? Ik denk dat iedereen dat wel ziet, wat daar gebeurt. Kijk, dus de Christus. Zonder daar een oordeel over te stellen. Nee, hoeft ook aan. Ik vind het fijn voor mensen dat ze iets hebben en iets vinden waar ze zich in thuis voelen. En ik heb ook vrienden die de beweging hebben gemaakt. En ik ben daar heel positief over. Mm-hmm. Het is alleen als je. Kijk, Christus is heel belangrijk. Yeshua, Jezus. Het Christusbewustzijn, dat is eigenlijk de nieuwe aarde. Het gouden veld waar we naartoe onderweg zijn, het Satya. Ik heb zelf ook heel veel met Jezus en al die films gezien. En ik vind dat inspireert mij altijd ontzettend. Ja, ik zie hem ook als... absoluut. En voor de Qataren was hij de belangrijkste profeet. Ja. Er komt ook heel veel voor in dat boek. Maria Magdalena, zijn vrouw. Dus dat is fantastisch. Ik ben daarin helemaal mee. Het is... op het moment dat je... Weet je, mijn eigen pad bestaat eruit om zoveel mogelijk wegen te onderzoeken en te ondergaan. En dus daarom heb ik ook een paar jaar in Azië gewoond, om in die meditatieklosters te zitten. Daarom heb ik heb 5 jaar in het Qatarenland gewoond, om het te doorgronden. En ik heb ga naar plekken toe om het te doorgronden, te voelen. Ik geloof niet dat er één weg is. Mm-hmm. Want dan zouden we dus in het Midden-Oosten, in Israël, 2000 jaar geleden, die ene weg gevonden hebben. Terwijl ze in Australië een weg hebben. In Azië zijn heel veel wegen. In Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika. Overal zijn wegen gevonden die leiden naar hetzelfde. En waar leiden ze dan naartoe? Nou, dat Christusbewustzijn, het ik ben, goddelijke vonk wordt het nog genoemd. De Boeddha-natuur noemde de Boeddha het. Weet je, dus de heelheid in jezelf, daar waar jij één bent, daar waar jij goddelijk bent, daar waar je verbonden bent. Maar dan zeg je dus dat het in jou zit. Uiteindelijk denk ik dat je daar niet aan ontkomt. Inderdaad. Ja, nee, maar. Een golf op dezelfde oceaan. Ja, maar terwijl ik ook dus een beweging zie, nee, maar het zit buiten jezelf. Het zit in het buiten ons, het christendom. Zeg maar, dat is de weg. Ja. Of je nou gelooft dat het buiten zit of niet, het zit altijd in jezelf. Hmm. Weet je, je kunt niet iets buiten jezelf waarnemen wat je niet in jezelf hebt. Maar mooi. Goed, dat is mijn opinie.
Nee, ik denk dat het. Ik gun het mensen. Ik respecteer het volledig. Het is niet mijn weg. Voor mij voelt het heel goed om juist heel veel verschillende wegen onderzoeken te bewandelen en daar de aanknopingspunten in te vinden. Dat vind ik een prettige manier, eigenlijk vanaf het begin al. Maar het is natuurlijk ook wel een logische tegenbeweging voor wat er gebeurd is in de spiritualiteit de afgelopen jaren. Want ik heb het echt volledig uit de hand zien lopen in 15 jaar tijd. En ben er zelf natuurlijk ook een onderdeel van. Maar we zijn. Het heeft een enorme vlucht genomen. Mm-hmm. En er zijn zoveel mensen wakker geworden die allemaal iets willen overbrengen. En de een die is met ademhaling bezig. De ander die geeft podcasts. De ander is met transformatie bezig. De ander die doet meditaties. En de ander die geeft retretes. En die geeft ook retretes. Er is zoveel gaande nu in Nederland dat het bijna niet meer bij te benen is. Dus mensen hebben ook veel slechte ervaringen. Mm-hmm. Er zijn hele goede teachers. Er is ook heel veel kaf onder het koren. Er zijn veel slechte ervaringen. Er zijn mensen die in aanraking komen met spiritualiteit op manieren die niet. Die helemaal niet vanuit die essentie zijn, zeg maar. Die hebben daar slechte ervaringen. Er komt teleurstelling. Er wordt gezocht naar nieuwe wegen. We worden tegenwoordig wel eens vergeleken met. Hoe heet het ook alweer? New Age. Ja, dat is een beweging. Het heeft niks met ons te maken, met spiritualiteit te maken. Zo'n beweging, hè, die wel raakvlakken heeft op bepaalde gebieden hetzelfde gelooft, maar in feite losstaat. Mijn eigen spirituele beoefening en bewustwording is niet New Age. Daar blijf ik ver bij weg. Want ik geloof ook dat niet. Voor mij is dat niet. Gun ik ook, daar heb ik ook respect voor, maar voor mij is dat ook niet een pad wat ik wil bewandelen. Maar er wordt een soort van. Ja, het is natuurlijk ook de wereld van de gevallen engel, dualiteit. Er worden krachtvelden gekeerd. Dat is het enige wat ik eigenlijk inderdaad soms pijnlijk vind om te zien. Dat ik eigenlijk heel erg geloof in dat eenheidsbewustzijn, zeg maar. En wat ik denk, wat Jezus ook kwam brengen, zeg maar. En nu zie ik dan toch ook weer polarisatie. Ja, natuurlijk. Dat vind ik dan soms heel moeilijk om te zien. En dan Ik vind dat soms weer zo zonde. Dan denk ik, oké, maar laten we nou gewoon in ieder geval open blijven. En nou goed, dat is misschien het enige wat ik een beetje voelde. En dat is even met je wilde bespreken. Ik kan er nog één ding over zeggen. En dat is dat. Kijk, in een wereld waar. Wat er nu gebeurt bijvoorbeeld in de Oekraïne. En wat er nu gebeurt in Palestina. We zijn er nog lang niet. Dus het is logisch ook dat ook onder ons geknokt wordt. Weet je, we zijn allemaal gewoon mensen, we hebben allemaal ego's. Mm-hmm. Ontkomen we niet aan, hebben we ook nodig, anders kunnen we ook niet leven. Kunnen we deze ervaring niet. De ervaring in de illusie kan alleen maar met ego. Zonder ego heb je hem niet. En dan ben je er al uit. Alle actie, de derde wet van Newton, actie is reactie. Weet je, alles heeft een tegenbeweging nodig. Dus de spirituele, wat ook echt een wereld is geworden, dat zo uit de hand loopt en dat er dan tegenbewegingen komen, ja, dat vind ik een heel natuurlijk iets. Dat is net als dat er op een land te veel konijnen zijn en dan komen er meer roofvogels. Totdat die konijnen weer wat minder zijn, dan verdwijnen ze vanzelf weer. Dat is een natuurlijke balans. Dus we moeten, en ik heb dat zelf in die eerste jaren ook wel gehoopt. Van, nu zijn we er, nu gaat het gebeuren. Nee, dit is allemaal nog voorspel. Het is allemaal nog voorspel. We hebben nog heel wat wegen. We hebben nog echt wel een lange tijd te gaan. Ja. Nou ja, goed. We gaan het allemaal meemaken. We gaan het nu hebben over jouw boek, over de Qataren. Fascinerend. Kun je misschien toch even uitleggen, Robert, voor heel veel mensen die nog niet weten wie of wat de Qataren waren, zijn, wie ze waren. Ja, de Qataren is in mijn optiek de laatste verloren beschaving in Europa. Mm-hmm. Zij leefden in het gebied Zuid-Frankrijk, rondom Toulouse. Toulouse en dan naar het zuiden toe, de Pyreneeën, een heel stuk van de Pyreneeën. En dan zo de Middellandse Zee, daar helemaal in het zuidwesten van Frankrijk, tegen Spanje aan. Ja. En dat was een rijk toen op zich. Hè. We praten nu in de middeleeuwen. Het bestond al heel lang. En in mijn boek maak ik ook aannemelijk dat ze eigenlijk al vanaf heel even na Christus daar bestaan hebben. Omdat heel veel christenen toen gevlucht zijn. De Qataren waren christenen, dat is wel goed om te weten. Ja. Heel veel christenen zijn gevlucht voor de Romeinen in die hele vroege tijd. Hè. Die werden vervolgd en die kwamen terecht in de Pyreneeën. In de Pyreneeën waren Kelten.
de Tarusken, die waren niet zo beïnvloed door de Romeinen nog. Die hadden druïden. En die christenen en die druïden, die kwamen samen. Dat is eigenlijk de oorsprong van het katharisme geweest. Later, toen Christus is gekruisigd, zijn natuurlijk die discipelen zijn overal terechtgekomen. Paulus die kwam in Italië terecht. En dan kwam er een in Engeland terecht. En dan kwamen er wat in Azië terecht, in Turkije. Ik denk dat, en ik kan het ook aannemelijk maken, dat Maria Magdalena, die ook toch een belangrijke discipel was in het gevolg van Jezus, dat die in Zuid-Frankrijk terecht is gekomen. Hmm. En dus een invloed is geweest in het katharisme. En zij was dus ook voor hun, naast Jezus of Yeshua, was Yeshua, de profeet. Ja. En Maria Magdalena was de grote profetesse. Dus mannen en vrouwen waren ook gelijk bij de katharen. Ja. Hun priesters en priesteressen, in tegenstelling tot hun katholieke wederhelft in de rest van Europa, ze mochten niks met elkaar doen. Dus ze mochten elkaar niet aanraken, mannen en vrouwen. Maar ze waren wel gelijk in de spirituele rang. En ik geloof zelfs dat er ook een vrouwelijke patriarch van die kerk is geweest. Maar goed, we praten over een periode van in totaal bijna 1300 jaar dat ze bestaan hebben. In mijn boek. Ik zeg niet dat het de waarheid is. Nee, dat is mooi. De uitkomst van mijn onderzoek. En je hebt het dus over christenen die geloofden in reïncarnatie. Waarbij mannen en vrouwen gelijk waren. Die geloofden dat de wereld door de gevallen engel gecreëerd was. En een soort namaakschepping, wat we nu de Matrix noemen, is. Die alle katholieke sacramenten verwierpen. Dus het huwelijk, de doop, waterdoop. Ze hadden een vuurdoop. De waterdoop verwierpen ze. De mis. Dat moesten ze allemaal niks van hebben. Alle pracht en praal, alle rijkdom van de katholieke kerk vonden ze helemaal niks. En zij geloofden dus dat de God die de aarde gecreëerd had, eigenlijk de duivel was. Nou, dat vond de paus niet leuk. En zo rond de eerste katholieke bronnen zijn van rond 1167. Waarin je ziet, wacht even, er gebeurt iets daar wat wij niet leuk vinden. En dan gaat die paus, die gaat eerst predikers sturen. Dus allerlei hooggeplaatste geestelijken, die moeten daar dan die Katharen gaan bekeren. Maar ja, die Katharen die zaten al bij, dat bestond al heel lang daar, dus die zaten bij de edelen daar. Het was een apart land, stond los van Frankrijk nog, graafschap Toulouse, de graaf Raymond V was dat toen, die was daar net zo machtig als de koning van Frankrijk in die tijd. Het viel ook helemaal niet onder Frankrijk, het viel onder Spanje. Weet je, was eigenlijk een. Dus die paus die probeerde eerst die Raymond V aan te sporen. Van joh, doe eens wat aan die ellende. Allemaal ketters, die vereren de duivel. Het is allemaal slecht en waardeloos. En kattenkontkussers en dat soort dingen. Maar die Raymond V die deed daar niks mee. En vervolgens werden die predikers gestuurd. Maar die werden uitgelachen. Ik bedoel, die Kataarse priesters en priesteressen, die waren zo zuiver. Die moesten om priester te worden überhaupt 3 tot 7 jaar in grotten mediteren. Ik ben in die grotten geweest, heel vaak. Wij gaan ook samen naar die grotten toe, hè? Daar gaan we straks over vertellen. Ik ga je meenemen. Maar die grotten, daar moesten ze studeren. Heel ascetisch. Dus die meditatie. Studeren als in? Ja, om je zij waren kanalen voor de Heilige Geest die in een ononderbroken lijn vanaf Jezus en Maria was doorgegeven. Zo zagen zij zichzelf. Wow. Dus zij moesten door meditatie, contemplatie, lessen zuivere kanalen zijn. Zij dronken geen alcohol, hadden geen seks, aten geen dierlijke producten, alleen vis, want dat had Jezus dan ook. Ze waren net als boeddhistische monniken en nonnen super zuiver op de graad. Niets, ze mochten ook niet liegen, ze mochten geen eden plegen, niks wat ze kon verbinden aan deze aardse illusie van de duivel. En door die Heilige Geest kon je, als je eenmaal gezegend was met die Heilige Geest, dat noemen ze de vuurdoop, dat heette het consolamentum. Er zijn nu mensen die het woord consolamentum horen en die ineens kippenvel krijgen. Als je dat hebt, dan moet je opletten. Hmm. En dat betekent dat je daar iets mee hebt. Dat was een vuurdoop waarbij door handoplegging die Heilige Geest werd doorgegeven. En als die Heilige Geest eenmaal door was gegeven, dan kwam je in Endura, een staat van zijn, waarbij je dus volledig onthecht kon zijn van het aardse. En dan zou je na het sterven terugkeren naar de zevende hemel, terugkeren naar de werkelijke vader die Jezus hier, waar Jezus eigenlijk voor op aarde was gekomen. En die katholieke priesters waren natuurlijk het tegenovergestelde. Hè? Bij de Katharen is het zo dat het maakt niet zoveel uit wat je gelooft. Het belangrijkste is wat je belichaamt. Mooi. Bij de katholieken is het natuurlijk, maakt niet zoveel uit wat je belichaamt. Het belangrijkste is wat je gelooft. En dat is een hele mentale godsdienst geworden.
Dus die katholieken die gingen in discussie, maar die kwamen met pracht en praal, purperen mantels en voorhofhouding en gevolg en drinken en courtisanes, prostituees mee. En ja, die bevolking daar van Zuid-Frankrijk, die zei, ja, dikke vinger, we hebben hier echte priesters, we gaan jullie niet accepteren. En die Qatarse priesters, die hoefden ook geen belasting, die hoefden geen tiende, die hoefden niets. Die moesten zelf werken voor hun geld. Dus overdag waren ze mandenmakers of kleermakers. Hè. Ze werkten met hun handen. En in hun vrije tijd, 's avonds, in het weekend, weet ik veel, of als ze niet aan het werk waren in elk geval, dan hielpen ze mensen. Mensen helen, mensen met problemen helpen, prediken, consolamentum geven. Als je consolamentum van sterven, als je dood ging, kreeg je ook een handoplegging. Kon je naar de zevende hemel, was je bevrijd. Dus zij zagen zichzelf echt als zielsbevrijders. Hè. Dus de mensen zijn gevangen door de gevallen engel in deze illusie, de zielen van de mens, in deze illusie. En zij bevrijden die zielen weer. Nou, dat was voor de paus natuurlijk verschrikkelijk, want je hebt en daar een steeds krachtiger wordende groep mensen die van boer tot edelman overal invloed heeft. Die en jouw God tot duivel noemt, tot duivel heeft gemaakt. En die zegt deze werkelijkheid is een illusie. En die alle sacramenten afkeurt. En waarbij mannen en vrouwen gelijk zijn. En die niet in hemel en hel geloven, maar in reïncarnatie. En die ook nog durven te beweren dat ze rechtstreeks afstammelingen zijn van Jezus en Maria Magdalena. Nou, dat is maar één ding wat je dan kunt doen natuurlijk. Als het demoniseren niet werkt, en dat zien we nu ook wel weer in de wereld. Als je ze niet kunt demoniseren, niet kunt zwart maken, niet kunt omkopen en niet kunt bekeren. Wat ga je dan doen? Op de brandstapel. Geweld. Dus er werd een leger, Paus Innocentius III, 1207, als ik me niet vergis. Hij had een enorm leger gecreëerd van de huurlingen uit Frankrijk. De Franse koning wilde eerst niet mee. Die wilde dat land natuurlijk wel graag hebben. Maar ja, dat viel onder de Spaanse koning. Koning van Andorra. En hij zat zelf met oorlogen in Engeland en Vlaanderen. Dus die deed hij eigenlijk niet mee. Die paus die kreeg het wel voor elkaar om hele hoge edelen mee te krijgen. Franse edelen, Duitse edelen, Friese edelen. Er zijn best wel veel Hollanders meegegaan. Vlaamse edelen, Engelse, wat minder. Friese. Er zijn heel veel Friese huurlingen geweest daar. Mm. En die vochten natuurlijk in al die oorlogen toen. Hè, tussen Engeland en Frankrijk. Mm. Dus er kwam een enorm getraind leger. Maar dat was ook de tijd van de kruistochten. Dus heel veel van die edellieden waren al in Jeruzalem geweest. Hadden gevochten tegen de Saracenen daar. De islam moest bestreden worden. Dus een enorm gedisciplineerd getraind leger. Met ook nog een heleboel gespuis. De routiers werden die genoemd. Gewoon dievenmoordenaars. Die daar buit. Want er waren een paar dingen. Eén, als je meeging en 40 dagen diende, kreeg je aflaat van je ziel. Dus dan was je, hoefde je niet zo lang in de hel te branden. Twee, je kreeg wat je buit maakte, mocht je houden. En drie, je had de kans om die ketters eens even lekker te pakken te nemen. Dus er trok een leger van naar schatting zo'n 50.000 man dat gebied binnen. En die gingen vol in de aanval. En die Occitanië, het is Occitanië heet dat gebied. Dat is misschien goed om even te zeggen. Toen heette dat graafschap Toulouse, maar Occitanië. Die Occitaniërs, daar komt de Languedoc ook vandaan. De taal van de Occitaniërs, Languedoc. Ik heb daar 5 jaar gewoond toen we Terranova Center hadden, nog niet zo lang geleden. En die waren helemaal niet berekend op zo'n aanval. Maar dat waren ook super romantische mensen. Ja, die waren helemaal niet bezig met geweld. Nee joh. Met een leger op. Dat was een samenleving. Ja. Ik heb daar heel veel onderzoek naar gedaan. Fantastisch. Daar waren Joden, moslims. Ja, moslims was altijd een beetje link met Spanje natuurlijk. Maar Joden, moslims, christenen en katholieken waren allemaal welkom. Er werd een levendige handel was daar in de Middellandse Zee. Steenrijk. De Toubadours zijn daar begonnen. Heel veel poëzie aan die hoven en zo. Want dat zingen was ook een heel erg belangrijk iets. Heel belangrijk, ja. Het was een heel hoogstaande beschaving. Dus die kregen de handen niet in één voor een verenigd front. En dus je had zeg maar 3 belangrijke graven. Ik zal niet te veel in detail treden. Nee. Maar dat leger van de paus kwam aan. En de eerste stad die ze binnenvielen, daarvan moest de graaf in zijn eentje de verdediging regelen. Nou, dat ging allemaal mis. En dan kwamen ze binnen. En daar zijn Bergier, Marcel Messing had het daar ook over. De bronnen verschillen. Sommigen zeggen er zijn in één nacht, die stad is ingenomen, in één nacht 6.000 mensen vermoord. Andere bronnen zeggen er zijn 20.000 mensen vermoord. En er zijn bronnen die zeggen er zijn 60.000 mensen vermoord. Dus dat verschilt nogal per bron. Je hebt katholieke bronnen, je hebt Occitaanse bronnen, je hebt neutrale bronnen, zeg maar, voor zover dat mogelijk is.
Maar dan, ik vond, het was een bloedbad. En vervolgens zijn ze doorgestoten. Carcassonne is wel een bekende stad. Hebben ze toen ingenomen. Die graaf hebben ze omgebracht. En van daaruit zijn ze gaan huishouden in die regio. 20 jaar lang, die kruistocht. Er zijn 2 kruistochten geweest. De tweede deed de koning van Frankrijk wel mee. Toen is het ook ingelijfd bij Frankrijk. Occitaniërs beschouwen zichzelf ook nog heel veel, in elk geval, beschouwen zichzelf nog als bezet gebied. Wauw. Eigenlijk als een vrij volk. Maar die kruistocht die heeft dus 20 jaar lang plaats. Dus 20 jaar, moet je voorstellen, 20 jaar zijn ze door dat gebied, wat helemaal niet zo groot is, getrokken met legers. Hebben ze steden verwoest. En wat ze met name deden was natuurlijk, op het moment dat ze zo'n stad innamen, dan werden al die priesters en priesteressen werden verzameld. En soms was dat er eentje, soms waren dat er 2 en soms waren dat er 500. Maar die werden met z'n allen op een brandstapel gezet en levend verbrand. Omdat ze uitgeroeid moesten worden. Ze moesten levend verbrand, zodat zelfs hun ziel niet naar de hemel zou gaan. Alles kapot, alles weg. Als je zelf 400 man... Bij Lavar was de brandstapel 400 man. 400 mannen en vrouwen. Bisschoppen, priesters, priesteressen, diakens. Je had ook in de Katharische kerk had je wel rangen en standen. Mm-hmm. Wat verwacht je dan als je 400 mensen op een brandstapel hebt? Ja. Geschreeuw. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Die mensen waren zo getraind. Dat ze, heb je wel eens een plaatje van een boeddhistisch monnik gezien die zich toen tijdens de Vietnamoorlog en de oorlog in Birma, dat ze zichzelf in de fik stoken, ja, en mediterend, ja, verbranden, levend. Ja. Dat deden die Kataren ook. Die gingen zingend, chantend, ja, het vuur in. En werden dus bij leven en welzijn levend verbrand, maar ze gaven geen kick. Wauw. Bizar, hè? Bizar. Zo spiritueel ontwikkeld. En dat vonden voor die katholieken was het natuurlijk verschrikkelijk. En voor de Occitaniërs was het bewijs dat... Hoe zuiver ze waren. Hoe zuiver ze waren. Want dat is ook de Kataren was ook een soort afstammeling van de zuiveren, toch? Wordt een beetje... Ja, Katarois, zuiveren. Dat is een... zo kun je hun naam lezen, ja. Zij hebben toch ook heel veel iets gezegd ook over deze tijd? Ja. Wat hebben ze? Nou, zij waren christenen. Ze hadden een Bijbel. Weliswaar een Occitaanse versie. Anders dan de Bijbel die wij nu kennen. Want dat is natuurlijk een zwaar gecensureerd boek in de loop der tijd. Als je Bijbels, oude Bijbels en nieuwe Bijbels naast elkaar legt, zijn verschillende verhalen. Er is heel veel veranderd. Afhankelijk, mm-hmm, van welke pauze wie de heerste. Die Bijbel die was nog vrij origineel. En er zijn geen exemplaren meer van trouwens, behalve misschien in de bibliotheek van het Vaticaan. Oké, okay, ja. Maar wat zij, hun favoriete Bijbel-evangelie was de openbaring van Johannes. En de openbaring, de apocalyps, daar wordt een heel bijzonder verhaal in omschreven. Daar wordt in omschreven dat de duivel opkomt, 1000 jaar heerst. En dat er dan een soort leger uit de hemel komt die de duivel verslaat. En dan komt de, letterlijk staat het, de nieuwe aarde. En de nieuwe hemel worden dan geboren. En in de Bijbel noemen ze dat dan ook het gouden Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Die term komt daar vandaan. Die Kataren kwamen op een gegeven moment tot de conclusie dat zij niet aan het einde van die openbaring leefden, maar aan het begin. Dus de duivel die had nog 1000 jaar om te gaan. En zij zeiden toen... Dat is meerdere keren uitgesproken, die profetie is het. De laurier was een heilige plant voor. Ja, ja. En bij de Montségur, een heel belangrijke plek, het laatste Kataren bolwerk. Heel hoog in... Heel hoog, ben je er geweest? Nee, ik wil daar naartoe op de Kataren heel graag met jou naartoe. Ja, daar gaan we zeker naartoe. Fascien, dat lijkt me echt een hele bijzondere plek. Ja, dat is een magische plek. Ik ben heel vaak geweest. Ja, ik woon vlak in de buurt. Wat voel je daar? Ga ik je niet vertellen. Ja, nee. Ik heb daar met Janos ceremonies gehouden. We waren met een groep. We hielden daar een ceremonie boven de Montségur. Het regende keihard toen we opliepen. Echt wind. Ik heb er nog wel beelden van. Mijn oudste zoon was ook mee. En we stonden daar in die cirkel. Bam, zon. De lucht trekt op. En alles was ineens blauw. En dat is echt magie daar. Magische plek. Ja, maar goed, bij die Montségur, 1244, toen die Montségur viel. Ik ben dol op data, hè. Dat is dat is een tik van me. maar toen werd er gezegd...
Over 700 jaar zal de laurier weer bloeien op de plaats waar de martelaren gestorven zijn. En zij beschouwden, als iemand daar overleed, dan werd hij was het een martelaar. Mm-hmm. Het was martyred. Dat zien we nu ook weer ergens ter wereld weer terugkomen. Mm-hmm. Het heeft natuurlijk ook alles met kolonisatie te maken, dit. Hè? Het katholieke en met genocide. Als je kijkt, de laatste keer dat die profetie uitgesproken werd, was in 1321 door de allerlaatste Qatar, Kian Belibaste, die ook hier in mijn boek een hoofdrol heeft. Ja. 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 En die zei dat ook, over 700 jaar zou de laurier weer bloeien op de plaats waar de martelaren gestorven zijn. En als je dan 700 jaar vanaf 1321 neemt, ja, kom je midden in corona uit. Ja. En zoals ik het lees, is dat zij eigenlijk het gezegd hebben, over 700 jaar komen we terug. Hm. Over 700 jaar gaan we weer. En het is bizar om te zien, de afgelopen periode, sinds 2012 met name, maar ook daarvoor al, in opmars naar 2021, naar die coronaperiode, hoeveel mensen er wakker zijn geworden en hoe die beweging is ontstaan. En het is totaal uit de hand gelopen. Ik zal het maar zeggen zoals ik het zie. Maar dat heeft ook zijn charme, want waarom zou het in de hand moeten zijn? Je krijgt bewegingen en tegenbewegingen. Het is zichzelf aan het ontdekken. Ja, maar hoeveel mensen zijn er wakker? Ja. Dat is toch fantastisch? Ja. Dat alleen al. En of ze dan, welke stroom ze dan nemen, of eentje of allemaal, maakt me echt niet uit. Ze zijn wakker en ze zijn bezig. Ja. Dat is het belangrijkste. Mooi. Wat zouden wij nu kunnen leren van ze in deze tijd? Van die Qataren? Ja. Nou ja, het bijzonderste aan die Qataren, 20 jaar kruistocht, even terug naar het verhaal, maakte niks uit. Dat geloof daar was sterker dan ooit. Want ze hadden natuurlijk die priesters gezien die zo op die brandstapel stierven. Dus na 20 jaar geweld zijn die kruistochten gestopt. Frankrijk heeft het ingelijfd. En toen kwam de inquisitie. De pauselijke inquisitie. En de inquisitie, dat is, we kennen allemaal wel een beetje de Gestapo uit de Tweede Wereldoorlog. Mm. Geheime dienst. Eigenlijk de geheime dienst van de katholieke kerk. Mm. En die inquisitie die had al maar één taak. En dat was iedereen oprollen. Dus er werden hele verraders- en verklikkingsnetwerken opgezet. Mensen moesten elkaar verraden. Als je gepakt werd, moest je minstens twee anderen verraden. Om ze echt uit te roeien. En dat zie je bij elke genocide. Eerst demoniseren. Ontmenselijken, dan geweld en vervolgens uitroeien met een geheime dienst. Hè, met een Gestapo-achtig apparaat. Dus moet je voorstellen, 80 jaar heeft dat geduurd. In totaal is deze vernietiging, ze hebben 100 jaar erover gedaan om ze echt tot op de laatste man en vrouw. En dat is nog de vraag, lees je in het boek of dat echt zo is. Mm-hmm. Daar heb ik ook wel ontdekkingen in gedaan. Maar die Qataren, die mochten niet liegen. Want liegen, een leugen, verbind je aan het aardse. Ze mochten ook geen eden zweren of beloften. Want dat verbind je aan het aardse. En ze moesten daar los van komen. Dus die priesters en priesteressen, die logen niet. Ook niet als ze voor de inquisitierechtbank zaten. En ook niet als ze zeker wisten dat ze een enkeltje brandstapel ervoor zouden krijgen. Ze bleven zo zuiver. Ze bleven volledig bij zichzelf. Ja. En dat is natuurlijk in deze tijd, dat je dus in bereid bent om voor je eigen waarheid op de brandstapel te sterven. Nou, we hebben het er wel over gehad. Jij hebt natuurlijk je eigen verhaal daarin. Jij sprak je waarheid en je werd ook op een, nou is de brandstapel iets heftiger, maar je werd ook verketterd. Dat voor hun, en dat heb jij gelukkig ook gedaan, maar de dood, levend verbrand worden, is minder erg dan liegen. Ik blijf bij mijn eigen waarheid. Ik zeg wat ik te zeggen heb. Ik draag uit wat ik uit te dragen heb. En dat is zo inspirerend. Is dat ook wat jou dan zo erg trekt aan die? Een van de dingen wel. Ja. Dit gaat om absolute vrijheid. Absolute vrijheid om te zijn wie je bent. En absolute vrijheid om je te uiten zoals jij dat wil. Ongeacht de gevolgen. Ja. En het is natuurlijk ook wel goed om te realiseren dat, stel dat je dat ze nu dat de inquisitie weer terug zou komen. De pauselijke rechtbank. En jij zou voor de inquisitie, en dat geldt ook voor iedereen die dit ziet en hoort, hè, je zou voor de inquisitie geleid worden. Hoe groot? In een schaal van 1 op 10. Ik denk dat ik de rechtbank zou halen. Ik zou hem mijn teksten doorsturen. Je hoeft helemaal niet voor te komen. Nee, helemaal niet. Stuur hem maar heen. Nee, je kwam gewoon op de rechtbank. Ik zou al 100 keer verbrand zijn. Ja, maar dat is wel iets wat ik mij ook steeds meer wel realiseer. Als in dat, je kan het ook de indianen erbij halen. Of de heksen. Ja. Eigenlijk inderdaad, alles wat met bewustzijn te maken heeft, het contact met de natuur, of give it a name, is eigenlijk allemaal continu in al die duizend jaren, is dat
letterlijk de kop eraf de afgelopen 3000 jaar, daarvoor niet. Nee, dus de afgelopen 3000 jaar is dat... Dus continu die beweging is de kop eraf gehakt. Ja, maar ze hebben één pech. Dus de afgelopen 3000 jaar, en dat, door dat Kali heen... zijn inderdaad zieners, kruidenvrouwen, heksen, natives, indigenous, aboriginals. Ja. Iedereen is iedereen die ook maar enigszins bewustzijn had, is afgeslacht, is vernietigd. Maar ze hebben één pech. En dat noemen we reïncarnatie. We komen gewoon weer terug. En ook nog verspreider en ook nog met meer. En ook, dus misschien dit tijdvlak dat het dan ook anders is dan al die 3000 jaren ervoor. Zie de trilling is hoger. We leven echt wel in een wezenlijk andere Aquarius is ook begonnen. Hè? Mm-hmm. We hebben het over Dwapara, die Age of Energy. Maar Aquarius is ook een Age of Energy. Hè? We zijn van vissen naar Aquarius. De Kabbalisten zeggen van nemen naar geven gaan we. De Lakota zeggen we zijn een nieuwe tijd in aan het gaan. De Maya zeggen we zijn een nieuwe tijd. In Maya's denken in tijdsvlakken van 5000 jaar en 2012 is er een nieuw tijdvlak begonnen voor 5000 jaar. De Yuga's zeggen we zijn een nieuw tijdvlak ingegaan. De Kataren zeggen we zijn weer terug. Dus al die profetieën die komen allemaal in deze tijd uit. Dat vind ik er ook zo fascinerend aan. Allemaal nu. Het is nu aan het gebeuren. Ja. Betekent niet dat we nu klaar zijn. Betekent niet dat het nu in één keer halleluja is. Nee. Ik denk dat het ergens tussen nu en 300 jaar gaat plaatsvinden. Ja, dus het is... Ik hou een veiligheidsmarge. Ik kreeg laatst op mijn kop van die Cheryl Angel, die Lakota elder. Daar zei ik dit ook tegen. Mm-hmm. Toen zei ze, ja maar Robert, we hebben helemaal geen 300 jaar. Dus hou maar op. Die aarde, die heeft geen 300 jaar, weet je. Ik zei, nee, maar het gaat om menselijk bewustzijn. Dat heeft nog 300 jaar nodig om... dan moeten we beter ons best doen, zei ze. Want dan gaan we niet redden. We moeten sneller zijn. Lekker hands-on. Maar dat is natuurlijk wel, hè, we praten over de nieuwe aarde, het nieuwe bewustzijn, het Aquarius. Het is allemaal aan het ontvouwen. Misschien dat onze kinderen het wel mee gaan maken. Misschien onze kleinkinderen. Misschien wij. En dat wij dan een soort eerste grondlegger zijn. Ja, ik noem het altijd wegvoorbereiders. Ja, precies. Ja. Ja. Maar het is al, weet je, en het belangrijkste daarin is dat ook als wegvoorbereider heb je een keuze. Loop ik het pad van de liefde of het pad van de angst? Dat is een mooie. Nou ja, en wat ik heel fascinerend natuurlijk aan de Kataren vind, dat is wat mij zo ontzettend ook raakt, is die vrijheid om dus helemaal te durven zijn. Ja. En daar dus bij te blijven. Ja. En daar dus bij, oké, maar dit is mijn weg waar ik voor kies en die ik voel zo diep van binnen. En ja. Kunnen ze me met aanbiedingen komen, hè? Verleidingen of wat dan ook. Ja. Dit is mijn waarheid, dit is mijn weg om daar dus bij te blijven staan. Ja. Ondanks dus de weg van de verkettering. Ja. Dat vind ik zo, dat raakt mij natuurlijk ook zelf. En ik denk ook veel mensen thuis en die dit nu ook zien, die hebben het natuurlijk wel, en zeker ook de laatste jaren, ontzettend meegemaakt. Ja. Hè? Met het hele COVID gebeuren, met de vaccinaties en... Hey, daar je standpunt in nemen en je ook nog mensen daarover uitspraken. Ja. Het is natuurlijk veel verketters zijn, ook van dichtbij. Hè, door families, door collega's of werk kwijt bent geraakt. Absoluut, ja. Maar dus om toch nog altijd in dat hartsfrequentie te blijven. Dat is natuurlijk wel een uitdagende tijd. Want we hebben ook te maken met dehumanisering. Hè, de wappietermen, et cetera, kwamen natuurlijk heel snel om de hoek. En allemaal, of rechtsextremist of fascist. Daar ben ik ook eerst demonisering, dan geweld. Ja, dus het is wel... Maar wat is dan een goede om mee te geven aan mensen? Om dan toch... bij dat diepe voelen te blijven of zo? Wat is het? Ja, je hart. Je hart is de poort naar je ziel. En je ziel is de brug naar de bron. Dus je kern, je essentie. En voor mij is het hart altijd het uitgangspunt. Dus als je in staat bent om... De Kataren geloofden ook dat zij de God van de liefde dienden. En de God van de liefde was een andere God dan de God die de aarde creëerde. Dus je had de vader. En dan had je De gevallen engel. Dat was eigenlijk een zoon van. Dat was de grote broer van Jezus, van Christus, was de gevallen engel. Dat was de eerste zoon. En die God, zij verbonden zich met die God van de liefde. En zij gingen liever op een brandstapel dood om
ze noemden dat dan de zevende hemel te gaan, de God van liefde te gaan, dan dat ze hier zich in allerlei bochten zouden wringen om in het rijk van de duivel te mogen blijven. Ja. Dus zo erg waren zij ook verbonden. Dus met... Zo waren zij verbonden, ja. En die Heilige Geest was het middel daarin. Dus ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren als wij vanuit ons hart leven en we doen wat we echt graag doen en we durven ons uit te spreken. En we durven om ons leven in de dienst te stellen van. En dat betekent helemaal niet dat je alleen maar dat je jezelf weg moet geven. Hè? Want ik vind ook dat je echt... Je bent nu eenmaal hier. Geniet er dan ook van. En make the best of it. Weet je? Mm-hmm. De hele ervaring met alles erop en eraan. Schoonheid en lelijkheid. Leuk en niet leuk. Genot en pijn. Alles. Gewoon ervoor gaan. All the way. Ja. Want dat is één ding. Die Qataren die waren zo bezig met we moeten hier weg. Mm-hmm. En ik geloof dat stuk, misschien wel in tijdsgeest van de afgelopen 3000 jaar. Maar ik denk dat we nu op een punt in de geschiedenis zijn waarop we weer omhoog gaan. Om het hier zelf te creëren? Dat we het hier doen. Ja. Ja, en dat we hier, dat we het in het aardse Want dat brengen. Is wel wat je heel erg uit onderzoek kwam, dat ze eigenlijk alleen maar bezig waren daar naartoe te gaan. Dat was het ultieme. Ze brachten het ook in het aardse. Maar het ultieme was bevrijding uit de illusie. Dat is net als bij de Boeddha. Hè? De meditatie is natuurlijk bevrijding uit de illusie uiteindelijk. En er zijn ook heel veel benaderingen. Het hindoeïsme is veel meer door het karma heen. Mm-hmm. Dat is ook wat ik geloof voor mezelf. Dat we het hier te doen hebben. En dat we hier het ervaren hebben. En er hier doorheen gaan. Om weer te leren en te groeien. En, ja, exact. En we brengen licht hier. Maar dat is niet de hoofdreden dat we hier zijn. We zijn hier om ervaringen op te doen. Te leren. Mooi, Robert. Je hebt ook een herdenking heb je georganiseerd. Ja. Waarom vind je het zo belangrijk dat we met z'n allen het herdenken en hier steeds meer ook aandacht aan schenken? Nou, we hebben inderdaad in Utrecht de allereerste landelijke Qataren-herdenking georganiseerd. Volgend jaar wil ik een brandstapel, een echte. Dus dit was nog een vuur wat geprojecteerd werd. En dan, we hadden een troubadour die zong in het Occitaans, een Qatarenlied. Ik zag het erbij komen. En dat was fantastisch. En toen een minuut stilte. Maar ik heb het gewoon heel ingetogen gehouden. Was op de boekpresentatie van de laatste Qatar. En volgend jaar gaan we het weer doen. Maar dan met een echte brandstapel. Wow. Ik denk op 16 maart, de dag dat de Montsecur viel. En in 1000 jaar geleden, 800 jaar geleden. Ik denk dat het belangrijk is dat wij ons gaan beseffen met z'n allen, al die mensen die spiritueel wakker worden, welke richting je ook kiest, wat ook het best bij je past. Dat we, wat ik net tegen jou zei ook, als we nu voor de Inquisitie geleid worden, zouden we allemaal op de brandstapel eindigen. Alleen al voor het kijken van deze podcast, uitzending, of het luisteren van deze podcast, zou je minimaal een geel kruis moeten dragen op je buik en je rug, een flink bedrag moeten betalen en misschien wel een pelgrimstocht naar Rome moeten maken om daarvan bij te komen voor één podcast. Nou, hoeveel podcast heeft de gemiddelde... Kijk, hoeveel podcasts heb jij gekeken? Ja, maar alleen al geloven dat er meer is tussen hemel en aarde, alleen al geloven dat het mogelijk reïncarnatie zou kunnen zijn, dat zou al redenen zijn voor heftige straffen, leven lang in de gevangenis onder erbarmelijke omstandigheden, of zelfs de brandstapel. Als we dat besef hebben, dan beseffen we ook hoe vrij we nu zijn. En ondanks de bedreigingen die we best wel ervaren en dat we best wel meemaken dat we gecanceld worden. Mm-hmm. Dat we gedemoniseerd worden. Dat we buitengesloten worden. Dat we nog steeds... We maken niet mee dat we gestenigd worden. Levend gevangen genomen. Of we levend verbrand worden. Gevangen gezet worden voor de rest van ons leven. Dus het is een hele andere staat. En een hele andere omgeving. En een hele andere bedding die we nu hebben. Als die Qataren al durfden te sterven voor hun woord, dan durven wij toch op zijn minst gecanceld te worden voor ons woord. Of buitengesloten of belachelijk gemaakt. En dat is wat ik de wereld wil meegeven met dit boek. Mm-hmm. Ga staan voor waar je in gelooft. Ga staan voor waar je voor staat. En blijf staan. En volg je hart. En blijf staan. Want je gaat tegen hoe groter je licht, hoe groter de tegenkracht, zei Patanjali. Blijf staan. Ja, dat deden zij ook. Ja. Fascinerend, Robert. Te gek. Wat je nou doet met, en ik ben echt ook betoverd door de Qatar en door het landschap ook. En wij gaan dus wij gaan op reis. Hele gave reis organiseren. De Qatarenreis van 30 juni.
En ik kijk er ontzettend naar uit, want ja, we hebben het al eerder over gehad. En ik zeg, we moeten dit gaan doen. Ik voel het. Omdat het ook echt uit mezelf is. Ik dacht, ik wilde het zelf gaan doen. En ik dacht, hé, maar hoe gaaf is het om het vanuit Univibes Travel te organiseren met elkaar. Ja. Want wat kun jij uitleggen wat we een beetje dan gaan doen? Ook voor mij en ook voor alle mensen die mee willen. Wat ik heel goed kan begrijpen. Wat gaan we beleven? Wat gaan we voelen? Wat de Qatar-reis? We gaan naar het Qatar-gebied. Mm-hmm. In het zuidwesten van Frankrijk, het gebied wat ik net beschreef. Daar staat mijn oude centrum, Terra Nova, wat we onlangs hebben doorgegeven aan Yolanda. Dat draait nog, dat is mooier dan ooit. Het is echt geweldig nog, nou ja, het lang verhaal. Te veel detail, ik kan soms in detail schieten. Soms. We gaan naar Terra Nova. Geografisch gezien ook het midden van het Qatar-land ligt. Daar kunnen we met... Nou, 25 als er heel veel aanmeldingen zijn, maximaal 30 mensen naartoe. We gaan daar vooral naartoe om die Qataren te leren kennen. Dus we gaan veel vertellen over de Qataren. Ik heb daar een aantal hele mooie, hele wijze mensen die we gaan uitnodigen of gaan bezoeken. Die ons gaan inwijden in wat die Qataren, wat die geloofden, wat ze deden. We gaan naar Montségur. Ja, daar kijk ik zo naar. Ja, ik echt waanzinnig, ja. We gaan nog een aantal hele bijzondere plekken bezoeken. We gaan naar Rennes-les-Bains, waar Maria Magdalena doopvond is. Wel belangrijk, want zij is wel een hele belangrijke figuur heel belangrijk in de Qatar. Er zijn heel veel verschillende meningen over, maar dat komt elke keer weer naar boven dat zij echt een ontzettend belangrijke kracht was daar. En ik zet haar ook naast Jezus en Maria Magdalena. Dat zijn voor mij het heilige mannelijke en vrouwelijke. In een westerse context, hè. Maar zij is net zo belangrijk. Dus daar gaan we zeker heel veel het over hebben. Ik hoop dat, ik weet iemand, als zij een ceremonie wil doen met ons daar, dan zegt het. Ja? Ik denk, ja, en dat wil ze wel. Hey, en ook in de grot. We gaan de initiatiegrotten in. Want waarom die grot nog één keer? Daar werden de monniken in dit geval, of de priesters opgeleid. Dus daar mediteerden ze. En het gaaf van die grot is, ik noem ze de zeven chakra-grotten. Dus je komt binnen en dan heb je een zaal. Kun je met 20 man, 30 man instaan. Dan ga je een tunnel door, kom je in de volgende zaal. Ga je een nog smallere tunnel door, kom je in de volgende zaal. En die tunnels, ja, ik ken zelfs mijn broek. Ik ben 20 keer in die grotten geweest. Ik heb heel veel groepen daarin meegenomen. Dus ik ken zelfs mijn broekzak. Maar uiteindelijk kom je in steeds mooiere zalen. En als je bij het derde oog bent, zeg maar, dus de zesde zaal, die is waanzinnig mooi. Maar de zevende is nog veel mooier, weet je, met druipstenen en dingen. En ik pas altijd een beetje op daarmee, want ik wil geen grottenrovers daar naartoe trekken. Ja. Het is echt waanzinnig. En die energie hangt daar. En dan in zo'n grot mediteren met z'n allen, muziek, zingen, maar vooral zijn. Kijk, een grot, daar is het muisstil. Je zit 400 meter onder de aarde. Als je claustrofobie hebt of zo, dat heb ik heb je daar binnen 5 minuten van afgeholpen. Ik heb al zo vaak mensen met die angst, die echt niet door dat... Laatst nog, had ik een groep, GGZ-groep, artsen en psychologen en medici. Er was een man die wilde echt, die durfde er niet doorheen. Heeft me, denk 5 minuten gekost, ging niet. Dus dat beloof ik bij deze. Dus als je bang bent, dan trek ik je er doorheen, no matter what. En dan, dan heb je zo'n enorme overwinning op jezelf behaald. Dat alleen al is gaaf. Het is stil, muisstil. Het is duister. Donkerder dan dat wordt het niet. Zeker niet als we allemaal ons lichtje... Iedereen krijgt een helm en een lampje. Maar als je die afdoet, dat lampje, is stikdonker. Het is koud. En het is niet comfortabel. Dus alles wat ons gevangen houdt, weet je, als je kijkt naar wat houdt ons nou gevangen in deze illusie, dat is geluid, lawaai. We hebben continu lawaai en prikkels nodig om ons heen, van mensen, van televisie, van radio. Dat is beeld, licht. We hebben licht. Als we 's avonds thuis zijn, doen we het licht aan. Op straat moeten we lantaarns hebben. We willen licht. Dat is warmte. We gaan lekker warm hebben kleren aan. En ik ook, hè. Wij allemaal. Dus er is helemaal niks geks aan. En comfort. We willen graag zo comfortabel mogelijk leven. He, dus we willen geluid, we willen licht, we willen comfort en we willen warmte.
Nou, die grot is precies tegenovergestelde. Stilte, donker, koud. Pijn. Nee, geen pijn. Ja. Nee, maar dat is zo'n waanzinnige spirituele ervaring. Als je daar namelijk bent en je bent dus zeg maar de aardse... hoe zeg je dat? Licht, geluid. Dus dat wat je in de Matrix houdt, valt weg. Dan kun je dus echt in die verbinding komen met wie je in werkelijkheid bent. Ik heb wel eens van die mensen, die zie je af en toe zie ik dat voorbij komen, ook op Instagram. Die doen dan dagenlang zo'n duister meditaties. Heb je dat ook gedaan? Ja, zeker, bij Osho. Ja. Wauw, en dan zie ik dan de momenten filmen ze dan van wanneer die brillen afgaan, zeg maar. Ja, dat is waanzinnig. Wat doet dat dan? Je gaat helemaal naar binnen. Je sluit heel veel uit, heel veel prikkels. Je hebt geen prikkels, maar je kunt niet anders dan in jezelf zijn. Je gaat dus ook steeds dieper in jezelf. En hoe dieper je in jezelf gaat, hoe meer je ontdekt wie je in werkelijkheid bent, hoe meer je ook ontdekt wie je niet bent. En als je dan weer de wereld in kijkt, denk je, wat is dit? Dit is gewoon niet waar. Weet je? En dat klopt ook. Je krijgt er steeds dieper. Hoe dieper je naar binnen gaat, hoe dieper je inzicht in de illusie wordt. Ja, ja. Wauw. Ik kijk er ontzettend uit, Robert. Dat wordt gewoon een hele gave reis. En om het bijzonder goed te maken, drinken we dan s'avonds een glaasje wijn om weer bij de open haard op tegenover. Ja, mooi, goed zo. Nee, het wordt gewoon gaaf, tof. Echt een enorme ervaring. Ja, waanzinnige ervaring. Dat voel ik nu al. Ja, we gaan het zo mooi maken. En we gaan het helemaal niet zweverig maken of zo. We doen wel meditaties, teachings. En die grotten in en die heilige plekken. En we gaan ook echt wel ceremonies doen en dat soort dingen. Maar wel gewoon lekker met beide benen op de grond. En gewoon met elkaar gelijkgestemden genieten. Ja. Feestje van ik zie echt een feestje. Mooi. Ja, mooi. Ja. Maar wel met een diepere betekenis. Wel met een diepere laag. Toch ook nog heel kort gaan we het benoemen. Dan moeten we hem afsluiten. 13 april gaan we heel gaaf event doen. Ja. We hebben elkaar allemaal weer op kunnen trommelen. Ja. Dat was zo'n groot succes. Ja. De vorige keer met Roy en met Janos. Ja, te gek. Kun je toch misschien kort ook uitleggen waarom het zo'n bijzondere avond is? Ook met z'n drie op één podium. Ja. Jullie. Nou, het is natuurlijk Roy, Martina en Janos. Mijn dierbare vrienden. Waar ik al zo verschrikkelijk veel... We hebben heel veel retraites ook op tegenover. Ja. Samengegeven, altijd lachen, gieren, brullen. En op een gegeven moment kwam natuurlijk met jou een gesprek over die musketeers. En dan hebben we die theatertour gedaan. En die theater is afgeladen vol. Waanzinnig, supergoed. Op het podium, om het podium, alles is mooi geregeld. En dat is voor ons zo'n geweldige ervaring geweest. En ook Univibes heeft dat zo piekfijn allemaal georganiseerd en geregeld. En hele fijne vibe ging je gewoon, hè? Ja, avonden, dat is gewoon gaaf. En klikte en natuurlijk hadden we ook... Je hebt altijd dingetjes, maar het ging gewoon... Het stond als een huis. Ja. Nou ja, en wij zijn aan het doorgaan met z'n drie. De drie musketeers hebben we achter ons gelaten. Dat vonden we toen heel grappig. Teachers, musketeers. Dat was eigenlijk een beetje zelfspot was dat. Want we zien onszelf gewoon als... ik moet niet te veel zeggen, want dan krijg ik Janus boos op me. We zien onszelf als hele normale mensen, laat ik het maar zo zeggen. En wij zijn nu bezig met een nieuw concept, dat heet Reality Benders. Mm-hmm. Want als je werkelijk in de gaten hebt wat voor illusie dit is waar we in leven, dan kun je die illusie dus ook veranderen. En dan kun je, en altijd wel uitgelijnd met je hoogste goed, en altijd wel voor de good of all. Mm-hmm. Maar kun je dus de illusie om je heen, de energie, kun je tot op heel diep en heel vergaand kun je die beïnvloeden. En daarmee kun je heel veel doen voor jezelf, heel veel doen voor anderen, heel veel doen voor het collectief. Maar ook de dingen in je leven die je tegenzitten, daar heb je veel meer invloed op dan je denkt. Echt veel en veel meer. En de dingen die je graag wil, die je echt niet de ego-verlangens, maar de hartsverlangens, de zielsverlangens, de dingen die je echt te doen hebt hier op aarde. Als je die vanuit het besef van illusie op de juiste manier gaat vormgeven, dan worden ze werkelijkheid. Mm-hmm. En daar zijn denk ik Roy, Janos en ik voorbeelden in. We zijn alle drie reality benders en in staat om hele mooie dingen te creëren. Ook niet te stoppen wat dat betreft. En toen dacht ik, we gaan er een boek over schrijven. How to Bend Your Reality. Zodat we willen dit meegeven aan mensen. Ja, en we moeten gewoon de bühne op. We gaan ook naar Curaçao met z'n drieën. Om daar een... Je moet mee, trouwens. Je moet echt meegaan. Mee. Dat wordt ook helemaal te gek. Een reality bending retreat wow. In mei. Ja.
En dan hebben we natuurlijk 13 april de theatershow. En dan gaan we, dus we gaan aan de slag met reality bending. En het wordt enorm gezellig. Ja. Het wordt leuk, want we proberen het gewoon luchtig en fijn te houden. Omdat het ook een beetje lekker, gewoon een hele bijzondere instapavond is, zeg maar. Maar we gaan wel echt, voor degenen die komen, zal het leven nooit meer anders zijn. Ja. We gaan wel echt iets delen, want we hebben echt iets gaafs. Mooi. Ja. Kijk ernaar uit, Rob, en alle mooie dingen die we samen gaan co-creëren. Ontzettend bedankt voor je komst. Ik waardeer het zeer, want ik weet dat je hier weer vanuit het buitenland naartoe vliegt. En dus dat waardeer ik zeer. En ik weet ook zeker al onze kijkers ook. Dus we gaan elkaar heel snel weer zien. Ik kijk ernaar uit. Robert, ik zou het ontzettend leuk vinden om een aantal exemplaren, misschien gesigneerd, door jou weg te mogen geven. Mogen we dat doen? Ja. Hoeveel spreken we bij deze af? Zullen we er 5 doen of zo? Ik vind 5 goed. Ik weet niet of ik er 5 kan signeren, want maar ik 5 boeken geef ik met liefde aan fantastisch. Wat moet je ervoor doen? Like ons even op Instagram en Facebook en laat even weten in de reacties waarom jij dit boek van Robert wil winnen. Plus gesigneerd. Ik ga het gewoon zeggen, Robert, zet je aan het werk. voor alle meer informatie voor onze gave Qatar-reis, kan me heel goed voorstellen. Ga ervoor naar onze website univibes.nl en ook het hele gave event op 13 april. Bij deze wens ik jou nog een hele fijne avond. En bedankt voor het kijken en luisteren. En tot volgende week. Bye bye.